Oh ja, het begint weer te regenen, jongens. Het begint te regenen. Ja, ik ben er klaar voor, hoor, Bowser. Ik ben er helemaal klaar voor, vriend. Kijk, ik sta hier al te wachten. Super Saiyan G-Max Cat Mario! Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe Bowser's Fury! Ik moet nog even 3 kattenzonnetjes verzamelen en dan wordt Bowser weer boos. Oh, kijk nou. Wil jij dit even maken voor mij, Bowser Jr.? Hop, palap, palapidop. En wat komt eruit? Een kattenbel! Laten we eens even hier naartoe zwemmen. Oké, we moeten hier naar boven het lava heen. Kijk, dit vind ik altijd leuk. Dit soort parcours. Tenminste, als het lukt, dan vind ik het leuk. Als het niet lukt, dan is het minder leuk. Yo, Bobby. Alles lekker, Bobby. Hier, wil je even deze muur doen exploseren? Dankjewel. Kan ik deze ook even daar tegenaan gooien? Oh, mis. Jammer. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon hier naartoe. Dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we deze pakken. Lekker. Waar moet ik nu naartoe? Kan ik daar op? Ja, ik moet daar denk ik wel op of zo. Of, ik weet het niet. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik loop nu hier. Dit gaat helemaal goed. Dit gaat helemaal goed. Bing! Lekker. Kijk, nu kan ik dan hierop. Dit is een of andere lange plaat. Ja, nice. Dan zou je daar via de zijkant naartoe kunnen. Slash moeten. Ah! Oh, wow. Nee! Daar zat een mini-kattus op. Dit is de eerste keer dat ik dood ga in dit spel. Ik wil sowieso die Tanuki Mario weer. Ja, dank u. Lekker bezig, Bowser. Wil jij ontploffen? Oh, je gaat pas ontploffen als ik je oppak. Hoppakee. Doei, Bobby. Oh, maar nu weet ik wel waar zo'n klein... Oh, maar nee. Maar ik kan dus wel hier naartoe springen. Kijk. Hoppakee. Alleen, hoe kom ik nu weer omhoog? Dat is de grote vraag, denk ik. Oh, nee! Die wolk verdwijnt. Ik was daar gewoon een beetje aan het chillen. Met mijn billen. Toen vielen mijn billen in de lava. Oh, en trouwens, als je dit nou leuke video's vindt, doe dat blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Daar help je mij heel erg mee. Ja, dit is heel naar, jongens. Ik zei dat ik dit leuk vond. Maar ik weet niet hoe lang ik dit nog leuk vind. Oké, jongens, nu ga ik echt mijn best doen. Nu gaan we pas echt mijn best doen. Net deed ik mijn best niet, joh. Leek maar zo. Maar ik wil even kijken, want heb ik nou dat ding nog? Oh, wacht. Kijk, zo. En dan moeten we nu hierop springen. Ja, en dan hier. Juist. Kijk, zo moet dit. Heel nice. Heel nice. En dan kunnen we nu hier naartoe. Ja. Zouden we al deze muntjes kunnen pakken? Oh, daar is nog een ding. Ja, daar is nog een mini Mario, mini kattenzonnetje. Wat? Je gaat hier zo snel dood. Lekker. Ja, we kunnen gewoon ook via hier misschien. Of toch niet. We gaan toch maar via hier. Ja, dan ga ik nu gewoon hier naartoe. Juist. Ga ik nu hier naartoe. Lekker. En dan wil ik gelijk weer terugspringen. Nice. Oké. Hoppakee. Ontploffen die handel. Deze heeft er ook nog één. Mag ik die? Dankjewel. Ik jat hem gewoon. Deel 2 hier. Daar in het midden moeten we die bom tegenaan gooien. Laten we het gaan proberen. Even de camera recht. Oh, dit is wel een goed moment inderdaad. Piem. Ja, hier zit er weer eentje. Ga erin. Nou, wat is dit? Moet ik nou weer helemaal... Ja, dan moet ik weer helemaal opnieuw. Serieus? Ik vond echt dat ik die te pakken had. Ik vind... Oh my goody, het begint te regenen. En het wordt opeens glad hier. Ook dat nog. Nu gaat Bowser zich er ook nog mee bemoeien. Het is niet chill, Bowser. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik wil niet dat jij je hier mee bemoeit. Oké. Ah! Die vuurbal. Jongen, Bowser. Hou op, man. Vind je hem normaal of zo? Ga weg. Ja, vanaf hier kan ik ook gewoon niks doen tegen Bowser. Dit is zo'n slechte timing, Bowser. Kan je... Wil je stoppen? Nee. Flikken op. Serieus. Ik ga naar boven, Bowser. Dag. Ik ga lekker hier achter schuilen. Achter deze blokjes. Wil je stoppen? Ga weg. Ga weg. Hier, je kan mijn ton niet raken. Je kan net zo goed weggaan. Doei. Zo, hè, nu is het weer rustig. Kan ik nu weer proberen om dit te gaan doen? Oké, go, 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 go. Oh, ben ik nu weer net te laat? Of kan ik nu dit even rustig doen en dan zo erin springen? Ja, kijk, die hebben we ook. Nu moet ik alleen nog terug zien te komen. Oh, kijk, nice, we kunnen gewoon zo lopen. En nu, hierop. Ja, lekker. En hierop. Ah! En hierop. En dan al deze piranha katten slopen. Oh, dit is hier een grote plant. Maak ook kapot. Lekker, lekker, Bowser. Lekker. Hier zijn er nog meer. Ik ben nog op zoek naar de laatste mini-kattenbel. Waar is die? Die is niet hier ergens zo te zien. Juist. Hoe gaan we dit aanpakken? Hierop?
En dan... Daar is die! Ah! Oké, we moeten nu heel even wachten, denk ik. Hij kwam hierna, volgens mij. Dus als ik nu langzaamaan hierop ga... en dan hier naartoe loop... dan is die hier. Dan moet ik nu hier bovenop lopen. Ja, lekker. Nice. Deze hebben we te pakken. Dit is een moeilijke, jongens, maar we hebben hem. Zie je die Kamek daar? Zag je die Kamek daar vliegen? De gluiperd. Ja, maar waar moet ik nu naartoe dan? Waar gaan we... Oh, Kamek. Bowser Jr. heeft Kamek kapot gemaakt. Dat is wel heerlijk. Oh, ik moet hierop. Ik moet op deze. Ja, go. Juist, en dan kunnen we hier naar boven. Lekker! Ja hoor! Jemig! Deze was intens! Deze was echt intens. Maar we hebben hem weer te pakken. En dan is nummertje 3 in deze vuurtoren. Dan ben ik benieuwd of we weer wat smurry weg gaan halen in de wereld. Nee, dat nog niet. Eens even kijken. Waar zullen we nu eens naartoe gaan? Ja, daar zijn nog bonuskattenzonnen. Maar ik hoef er nog maar 1, hè? Misschien die kant? Of daar is er ook nog 1. Weet alleen, ik denk niet dat ik daarbij kan. Plessie! Daar ben je! Let's go, Plessie. We gaan weer. Dus even kijken of we deze kunnen pakken. Ja, nee, dit gaat hem niet worden. Dit moet denk ik vanaf de andere kant. Ja, hier moeten we nog blauwe munten vinden. Laten we dat gaan doen. Dan gaan we hier naar links. Zo, dan gaan we hier naartoe. Ja, yeah, top. Dan komen we terug. Hopelijk hebben we hier genoeg tijd voor. En dan gaan we hier naar links. Lekker. Ja, yeah, top. En dan mogen we door. Zo. Ja, we vallen hier naar beneden. Dan gaan we hier naar links. Gaan we hier naar deze kant en deze kant. Ja, oh, er zijn er nog meer. Waar zijn er? Ja, daar, nu naar rechts. Top, even de camera draaien. Top, super, lekker, naar links. Ja, oké, nice. Rondje van de zaak. Yep. En door. Nice. We moeten er wel echt heel veel hier zo. Ja, die hebben we ook. Oh, kijk, dit was het al. Nice. En dit... is kattenzon nummer 40, jongens. Lekker. En dat betekent dat we naar de gigantische bel kunnen. Eens even kijken waar die bel is. Volgens mij was die daar. Ja, kijk, daar is die. Kijk, hier is die gigantische bel. Nou, is het alleen nog even wachten op boze Bowser die daar zo zijn ding aan doen is. Oh, ja, het begint weer te regenen, jongens. Het begint te regenen. Ja, ik ben er klaar voor, hoor, Bowser. Ik ben er helemaal klaar voor, vriend. Kijk, ik sta hier al te wachten. Super Saiyan G-Max Cat Mario! Ik ben dus wel heel benieuwd of hij op een gegeven moment nog andere aanvallen gaat doen. What up, Bowser? Oh, je gaat lekker helemaal daar naartoe, joh. Wat ga je daar doen dan? Oh, je gaat even... Oh! Oké, dit was volgens mij wel een andere aanval, inderdaad. Kijk, hij wordt helemaal lijp, joh. Hij wordt helemaal lijp. Ik ga je slaan, vriend. Hier, kom dan. Man, ik word weer weggeknald. Oh, daar komt hij met zijn draaiaanval. Ik zie alleen helemaal niks. Waar ben je? Ja, heb ik je? Ik heb je. Dit was echt puur op gevoel, jongens. Kom maar, Bowser. Volgens mij heb je nog een paar klapjes nodig. Hallo? Ja, zie je, ik heb hem alweer. Lekker! Ah, we hoorden je echt goed in, jongen. Ik word professioneel Bowser-verslaander. Hé, hey, doe je, hè? Mazzel! Hoi! Toedeloo! Tjus, au revoir. Bowser Jr. vindt het steeds enger om tegen Bowser te vechten. Maar we moeten hem gewoon eng maken. Oké, dus nu moeten we 50 van die gigabelletjes vinden. Dus we moeten er eigenlijk nog 10 bij. Nou, laten we dan maar weer even bellen gaan verzamelen. Oh, ben je alweer terug, jongen? Zo snel. Of ben ik nou in een speciaal Bowser level of zo? Wat gebeurt hier? Wat is dit? Oké, nu gebeurt er iets anders, jongens. Ik weet niet wat dit is. Maar... wacht even. Hij is nog boller geworden nu. Moeten hier de fuzzies verslaan? Ja, lekker. Mag ik dan even een power flower als... wacht even. Wacht. Ik moet ze eraf gooien, hè? Of moet ik Bowser... Hè? Ja, ik moet ze door Bowser laten schieten. Oké, Bowser. Schiet ze maar. Wacht even. Oké, dit is moeilijker dan ik dacht, jongens. Waar is die nu? Bowser is daar. Kan ik mezelf beschermen als ik hier sta? Ja. Alleen moet hij wel even die gasten verslaan. Ja, dat lukt wel. Dat gebeurt niet. Dat is jammer, hè? Even kijken. Hoe gaan we dit oplossen? Oh, snap. Hoe gaan we dit oplossen? Ik vind het een... Wacht, kan dit ook zonder Bowser? Ik dacht dat Bowser dit moest doen. Maar hoe ga ik die gasten dan verslaan? Ik zie daar ook een piranha plant. Moeten we deze beesten door een piranha plant... Oh, op laten eten of zo. Kan ik jou pakken?
Ja! Kijk, zo moeten we dit doen. We moeten ze op laten eten door de piranha plant. Hoppa, lekker man. Eet smakelijk, vriend. Hier, happen maar. Lekker. Ik heb hier nog meer lekker eten voor je, vriend. Oh, wat zou jij een volle buik hebben vanavond. Oké, hier zijn er nog een paar. Ja, lekker. Top. Heerlijk, hè, dit eten. Oké, we kunnen gewoon door. We kunnen gewoon door. Ik ga via de andere kant. Deze kant is makkelijker. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Lekker. Hier, eet deze maar op. Hop, lekker. En hier nog eentje. Ja, nom, 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 nom. Oké, doei. Doei, plant. En een nieuwe ster. Lekker. Kijk, en nou zag ik beneden dus deze blokken. En als het goed is, kan je met een Bowser amiibo Bowser laten komen. Laten we het proberen. Ik weet niet of dit nou door mijn amiibo komt. Of dat Bowser sowieso zou komen. Bowser, hier. Maak deze blokken kapot. Dank u. Dank u. Hier hebben we weer een kattenzonnetje. Ja, dit werkt lekker. Ik wil eigenlijk die ster daar wel proberen te pakken. Eens even kijken of dat lukt. Kijk, ik vind dit namelijk wel een leuk eilandje. Sowieso moeten we denk Cat Mario zijn, want dit ding heeft een kattenpootje erop. Ah, ja, kijk. En dan moeten we natuurlijk heel snel zijn. Moeten we eigenlijk hierop klimmen, denk ik. Zo, en dan hierop klimmen. Go, 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 go. Dit kan allemaal... dit komt veel sneller. Kijk, Plessie, als jij nou even hier komt. Kijk, als jij nou even gewoon hier op mij wacht, zo. Ja, top. Dan doe ik dit. Top. En dan ga ik op jouw rug. Ja, kijk, en dan gaan we samen hier naartoe. En dan spring ik eraf zo. En dan hoppakee, dan heb ik hem. Exactement, zouden ze in Frankrijk zeggen. Nou, die hebben we ook weer binnen. Ruim binnen de tijd. Nog 7 te gaan. Hé, wat is dit? Is dit gewoon een shortcut of is hier iets? Hier is een power-uppie. En dan moeten we hier nog één ding. Nog een hindernisrace tegen de klok. Kom maar. En waar moeten we dan naartoe? We moeten daar naartoe? Oké, oké. En daarachter, daar is dan een kattenzon. Let's go. We hebben 20 seconden. Moeten uitkijken voor de voetballen. Lekker. Go Mario. Oh, waarom spring ik? Waarom lukt niks me vandaag in één keer? Potverdorie. Oké, kom maar. Sprinten. Lekker. Jump. En jump. Ah, nice. Hij wijkt een beetje uit af en toe, Cat Mario. Dit ga ik gewoon eens even rustig doen. Even chillen. Eventjes Kamek proberen te negeren. Dan gaan we hier naartoe. Nu moeten we rennen. Nu moeten we hier overheen. En dan moeten we hier achter zijn. Ja! Lekker. Net op tijd volgens mij. Kijk, en nu heb ik voor het eerst dus 5 kattensterren in een vuurtoren. Oh, kijk, ja, en dan gebeurt dus dit. Nice. En dat betekent dat je dus alle kattensterren hebt gepakt. Of waren het kattenzonnen? Kattenzonnen waren het, hè? Hij was sterren, zonnen, allemaal hetzelfde, joh. Het is allemaal hoog in de lucht. Versla Cat Prince Bully. Dat klinkt heel leuk om te doen. Maar ik wil toch nog even dit testen, want waarom... scant hij mijn amiibo niet? Nou, anyway, Bowser is toch alweer behoorlijk terug. Dus boeien. Hopelijk gaat hij even voor mij dit hier, dit platformpje kapot maken. Of... nee! Niet erin vallen! Niet in de meuk vallen! Niet in de meuk vallen, Mario! Oh my goodness! Oké, ik leef nog. Ik leef nog. Ik wil die ster daar pakken. Of die zon. De zonnester. Ik zie mezelf helemaal niet. Waar ben ik nou, joh? Man, man, man. Dit was complete chaos. Nou, we hebben hem weer. En de Bowser is weer weg. Oké, maar nou is hier nog steeds meuk. En dan, hoe kom ik nou... kijk, dit gaat helemaal niet. Dit gaat helemaal niet. Dit gaat helemaal niet. Ah, dit gaat net. Hallo, meneertje. Hallo, meneertje. Doei, meneertje. Oh, kijk, hier zijn ook weer de mini-zonnetjes. Eentje is daar beneden. Maar daar hebben we een platformpje voor nodig. En die hebben we op dit moment nog niet. Oh, kijk, dit platformpje hebben we daarvoor nodig. Oké, let's go. Laten we eens even kijken wat we hier moeten doen. Wacht maar even, Mario. Wacht maar even. Ik wil even deze pakken. En ik wil even hem kapot maken. Dankjewel, Bowser. Bowser Jr. die chillt hem best wel goed met mij. Dat is best wel nice. Lekker. En jump. Nice. Oké, goed gedaan. Wat is hieronder? Alleen maar muntjes? Zo te zien wel. Dan ga ik daar geen moeite voor doen. Ah. Ik had net zo goed als kleine Mario gewoon hieronder kunnen lopen. Ah. Snel. Snel. Lekker. Oh, oké. Dit moeten we doen met wall jumps. Dit kunnen wij, dit kunnen wij. Ja, kijk, lekker. Daar hadden we toch even gewoon de focus voor, hè? Nice. Nice. En door. Nou, is hier een buis? Oh, kijk. Wacht even. Ik wil eerst even weten waar deze buis naartoe gaat. Oh, die brengt me helemaal terug.
Hopelijk blijft die buis hier dan wel staan. Ja, die blijft hier gewoon staan. Als wij hier kijken, dan gaan we hier een platformpje vinden. Juist. En dan kunnen we die kleine kattenzon pakken. Dat is deze. Ja hoor. Dan gaan we weer even terug. Dan kan Bowser Jr. even hier zo even zijn muurschilderinkje gaan maken. En dan gaan we via de buis weer terug naar boven. Ja, dan moeten we dit even aardig gaan timen, denk ik. Oh, rustig aan. Oh, ja, lekker. Kijken of we geen kattenbel vergeten ergens. Ja, lekker. Wat is hier dan de bedoeling van? Moet ik hier tegenaan slaan? Ja, voor de volgende. Ah, ik heb toch één mini kattenbel gemist. Waar is die? Even kijken of we hem kunnen spotten hoor, ergens. Oh, ik moet wel op blijven letten. Dat deed ik even niet. Want waarom zou je opletten in deze game, joh? Is toch nergens voor nodig? Is toch nergens voor nodig? Oh, rustig. Rustig. Ja, nee, nu niet meer rustig. Nu moeten we snel door. Nice. Oké, oh, nee, niet te ver naar achter, vriend. Niet te ver naar achter. Nu gaan we hier vallen, denk ik. Ja, oké, en wat nu? Oh, hier is die, hier is die. Hoe gaan we deze guy verslaan dan? Wat is de bedoeling met deze guy? Moet ik gewoon op zijn hoofd springen? Moet ik gewoon... Ja, ik kan soort van op zijn hoofd springen. Oh, nu wordt die klein, dan kan ik hem schoppen. Wat? Ik weet niet wat hier allemaal gebeurde, maar het zag er heel goed uit. Oké. Oh, we moeten hem erin duwen. En dan moeten we op zijn hoofd springen. Dan komt hij er ergens anders uit. En dan moeten we hem nog een keer zo schoppen. Super grappig. Dit is wel weer leuk bedacht hoor. Kijk, op, 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 op. Hop. Oh, wacht even, wacht, pas op. Lekker, duwen. Duwen, op zijn bakken springen. Zo. Dan komt hij er daaruit en dan... Super grappig. Heel nice. Deze was leuk. En de volgende hebben we ook weer binnen. En verdwijnt hier dan weer een hoop meuk van? Ja, gelukkig wel. Kijk, oh, heerlijk dit. Heerlijk. Ja, dan wil ik alleen eigenlijk nog even die laatste mini-kattenzon zien te vinden. Het is nummer 4 van de 5, dus hij zou hier ergens moeten zijn dan. Ondertussen is hier opeens wel een nieuw iets wat we kunnen gaan doen. Dus dat is nice. Ik ging daar bijna kapot. Kan ik deze kapot maken? Kijk, ja, top. Dan gaan ze gewoon weg zo. Nice. Die kattenzon, die hebben we. Nu even hier om de hoek. Zo. Wat gaan we hier doen? We gaan waarschijnlijk hier overheen moeten springen. Ja, lekker. Dan gaan we hier omhoog. Ja, dan moet ik op tijd tegen dit blokje. Ja. Die gast is in de lava gevallen. Is die hieronder? Stel nou dat wij dit doen. Is die hierin? Hij is hierin, hè? Hij is hier, hè? Ja, hij is hier. Kijk, en daar vinden we hem. Deze was ook weer lekker verstopt. Komt Bowser nu alweer terug? Nee, dat meen je niet. Bowser komt niet toch nu alweer? Wat is dit voor onzin? Laat me met rust. Laat me gewoon even rustig hier naar boven gaan, alsjeblieft. Waar is dit nou allemaal voor nodig? Al die haat. Oh, oké. Ja, moet ik deze kant op? Ik zie niks. Oh, wacht, ik moet in die... Moest ik daarin? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik denk dat ik erin... Ah, erin moest. Kom op nou. Wat gebeurt hier allemaal? Ja? Ja, nu gaan we naar de top. Nice. We gaan heel ver naar de top. Ik ga even een power-upje gebruiken voordat Bowser mij opeens weer kapot maakt. Ja, ik ga je nu terugpakken, Bowser. Hier, deze is voor jou, jongen. En nou wegwezen, alsjeblieft. Bowser Jr., maak even... Ja, snel, 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 snel. Anders gaan we dood. Anders gaan we dood. Woe! Waar komen we uit als we hier naartoe gaan dan? Hey, muntjes. Bowser, die blijft maar terugkomen nu, jongen. Jongens, ik weet niet waar hij last van heeft, maar hij komt echt iedere 2 minuten terug. Hij wordt nu echt heel vervelend en in de volgende aflevering ga ik zijn kont schoppen. Want ik begin hem een beetje zat te worden met zijn Fury. Als jij dit niet zat begint te worden, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickyDune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!